Goed, we gaan beginnen met het derde deel van quarantaine. We gaan het hebben over de inrichting van een quarantainebak, de filtering bij een quarantainebak, het gebruik van een quarantainebak als kweekbak, het doorluchtoverdraagbaar zijn van ziektes, en ik ga ook nog heel even ingaan op quarantaine bij vijver. Blijf hangen tot het eind, het zou kunnen zijn dat u heel veel zal bijleren. Klik op abonneren en het belletjes-icoon, dan krijgt u een melding binnen wanneer ik de volgende video online plaats. Ik probeer dit elke donderdagavond om 17 uur te doen en elke zondagmorgen om 10 uur. Soms lukt dit niet, maar meestal lukt het prima. Op die manier weten jullie ook wanneer jullie eventjes moeten surfen naar mijn kanaal om te kijken of er nieuwe video's zijn bijgekomen. Een eerste aspect die ik wil aanhalen is filtering in de quarantainebak. Als je online wat gaat rondlezen, dan merkt u dat sommige sites vermelden dat een quarantainebak geen filtering moet hebben. Andere sites melden dat een ingedraaid filter niet per se nodig is. En nog andere sites melden dat een quarantainebak steeds een ingedraaid filter moet hebben. Ik ga deze drie types sites tegenspreken. Filtering in een quarantaine is volledig afhankelijk van de situatie waarin u de quarantaine wilt gaan gebruiken. Als een vis een bacteriële infectie heeft, dan is het compleet zinloos om het filter ingedraaid te hebben. De medicatie zal een deel van zijn efficiëntie verliezen door te gaan werken tegen die bacteriën in het filter. Wanneer men een vis behandelt tegen bijvoorbeeld een bacteriële infectie, is het handiger dat de medicatie zich volledig concentreert op uw vis. Een ingedraaid filter is in dit geval dus compleet zinloos. Wanneer men een quarantaine gebruikt om nieuwe vissen te gaan wennen aan de bacteriecultuur van de oudere vissen, kan je de twee richtingen uitgaan. Ofwel gaan wij vertrekken met een filter die compleet niet ingedraaid is, dus waar nog geen vreemde bacteriën voor de nieuwe vissen in verwerkt zijn. Ofwel gaat men een filter gaan indraaien compleet los van de bacteriecultuur van in de showbak. Het is zinloos om te gaan werken met ingedraaid filtermateriaal die uit de showbak komt, aangezien we dan eigenlijk het volledige effect van quarantaine verliezen. Ikzelf ben eerder voorstander van het zo weinig mogelijk indraaien van een filter in een quarantaine-aquarium. Men weet nooit op voorhand of we gaan te maken hebben met bijvoorbeeld een bacteriële infectie. Bovendien denk ik ook aan de praktische kant van een quarantaine. Voor mij is een quarantainebak iets wat polyvalent is. Het kan dienen om vissen te laten aansterken, het kan dienen om nieuwe vissen te kunnen introduceren in ons systeem. Het kan gaan tot een genezingsplaats voor zieke vissen. Aangezien we dus compleet niet weten waarvoor we de quarantaine gaan gebruiken, ben ik eerder voorstander om het filter van de quarantainebak niet te gaan indraaien. Enkel en alleen wanneer men vissen wil laten aansterken, kan het bijzonder handig zijn om een reeds goed ingedraaid filter te hebben. Maar hiervoor hoeft men niet per se 2-3 weken op voorhand zijn filter te gaan indraaien. Men kan het ook veel eenvoudiger oplossen door een deel filtermateriaal uit het filter van de showbak te gaan halen en deze in de filter te gaan steken van het quarantaine-aquarium. Hetzelfde verhaal wil ik volgen voor de inrichting van een quarantainebak. Standaard zou ik deze niet gaan inrichten. Men weet immers nooit welke situatie zich zal voordoen. Indien het gaat om de aanschaf van nieuwe vissen, kunnen zij een heleboel minder stress ervaren als er iets of wat inrichting in het quarantainebak. Ik geef hierbij de voorkeur aan kunststofmaterialen. Niet omdat het mooier is, niet omdat het beter is, maar simpelweg omdat men deze op voorhand goed kan ontsmetten. Levende planten ontsmetten lukt enigszins, maar niet volledig. Het blijft een levend organisme. De enige manier om alle bacteriën en alle leven daaruit te halen is door het dood te doen. Dit gezegd zijnde, het kan heel handig zijn om bijvoorbeeld een bodem te gaan voorzien in een quarantainebak en eventueel wat planten, legholen en dergelijke meer. Ook voor het aansterken van een vis zou ik het advies geven om in bepaalde situaties het quarantainebak. Doe dit echter niet met een permanente oplossing. Het kan zijn dat wij medicatie gaan moeten toepassen en dan is het nuttig om alle materialen te gaan verwijderen uit het aquarium, zodat de medicatie zich volledig kan richten op de ziekte van de vis en de zieke vis. Ook naar verlichting toe geldt hetzelfde. Afhankelijk van de situatie kan men verlichting voorzien. Weet echter dat een vis het niet absoluut noodzakelijk vindt om een verlichting boven zich te hebben. Meestal gaan wij verlichting gaan toepassen simpelweg omdat wij het beter zouden kunnen zien, dus omdat wij het mooier vinden. Dit gezegd zijnde, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat de vis iets of wat verlichting krijgt. Volledig in het donker zal ook niet lukken. Maar in de meeste situaties is daglicht meer dan voldoende. Vergeet ook niet dat verlichting een deel van de medicatie kan gaan afbreken. Dus het is oké als wij het mooier vinden als de verlichting boven hangt, maar we dienen in eerste instantie te gaan rekening houden met onze vissen en de gezondheid van onze vissen.
Het gebruik van de quarantainebak als kweekbak. Het kan inderdaad bijzonder handig zijn dat men een extra aquarium heeft staan om een bepaalde kweek te gaan opvangen. Vergeet echter niet, zodra wij dit doen, zitten wij zonder quarantaine-aquarium. Dus stel dat er vissen ziek worden, dat er een aanpassing moet gedaan worden aan het show-aquarium of het quarantaine-aquarium / kweek-aquarium, dan zitten wij opnieuw zonder aquarium. Persoonlijk ben ik dus van mening dat een quarantainebak nooit mag gebruikt worden als kweekbak. Op dezelfde manier als van een quarantainebak, indien u er nood aan heeft om een extra aquarium te hebben, ga eens kijken op tweedehands of op marktplaats naar een goedkoop aquarium. Dan hebben we nog het puntje dat ziektes zouden overdraagbaar zijn via de lucht. Het zogenaamde airborne zijn. Er wordt wel vaker gezegd dat een quarantaine-aquarium en een show-aquarium niet in dezelfde ruimte zich mogen bevinden, omdat dit risico zou meebrengen dat een ziekte of bacteriën van de ene aquarium naar de andere zouden kunnen worden overgebracht. Volledig sluitende wetenschappelijke bewijzen hierover zijn er niet. Het enige waarop we kunnen voortgaan is dat een aantal aquarianen ondervonden heeft dat een ziekte van de ene kant naar de andere kant wordt overgedragen. De reden waarom, dat weten we niet met zekerheid. Ik ga hierop dus moeten antwoorden vanuit een persoonlijke mening, maar ik ben ook benieuwd naar jullie meningen hierover. Indien u reeds in deze situatie terecht kwam, geef dan gerust een schets van hoe het precies gegaan is in de reacties hieronder op YouTube. Het is een thema waar ik bijzonder benieuwd naar ben, dus ik hoop dat ik vrij veel reacties zal krijgen. Goed, naar mijn persoonlijke mening. Een mening, dus geen wetenschappelijk bewijs. Ik ben van mening dat het door lucht verspreiden van ziektes en bacteriën bijvoorbeeld op zich wel zou kunnen, maar ik acht de kans bijzonder weinig. Waarom zou het kunnen? Dat is vrij eenvoudig. Ons water van ons aquarium verdampt. Die lucht dan kan eventueel in ons andere aquarium terechtkomen. Ik denk dat ik 2 of 3 keer eventueel en misschien gebruikt heb, en dat geeft ook zijn reden. Ik ben van mening dat wanneer er om onverklaarbare reden een ziekte van de ene bak naar de andere bak gaat, dit meestal te wijten is aan een gebruikersfout. Waarom ben ik van die mening? Ik heb zelf al 2 keer deze situatie gehad, quarantainebak en showbak in dezelfde ruimte, en toch ging er een ziekte over van de ene kant naar de andere kant. Als ik achteraf heel kritisch ging gaan kijken naar wat ik precies gedaan had, dan moest ik helaas voor mezelf concluderen dat het wel zou kunnen zijn dat ik persoonlijk een fout gemaakt had. Bijvoorbeeld met natte handen van het ene aquarium naar het andere gaan. Bijvoorbeeld met een pH-meter van het ene aquarium naar het andere gaan. Bijvoorbeeld met het spuitje van een druppeltest van het ene aquarium naar het andere gaan. Bijvoorbeeld de verkeerde slang gebruiken om te verversen in beide aquaria tegelijkertijd. Ik heb het dus al 2 keer voor gehad en 2 keer moest ik concluderen dat ik ergens wel een fout gemaakt had. Maar het blijft natuurlijk een groot vraagteken of die problemen zich situeerden dankzij de fout van mezelf of dankzij die waterdam die van het ene naar het andere zou kunnen gaan. Wanneer een showbak en een quarantainebak echter vlak naast elkaar staan, is de kans heel groot dat er bijvoorbeeld water opspat van het ene aquarium naar het andere aquarium. Ik zou het dus zeker niet durven duwen in de ene categorie dat het effectief airborne kan zijn, maar ik zou het ook niet per se willen duwen in de categorie waar het een menselijke fout kan zijn. Ik ben wel iemand die zoveel mogelijk vooruit wil gaan met de hobby en daarom heb ik altijd een bijzonder kritische kijk op mezelf en op wat anderen eventueel doen. Helaas kan ik dus geen sluitend antwoord geven op deze vraag. Ik kan alleen maar zeggen dat ik een heel sterk vermoeden heb dat het een menselijke fout zou zijn. Ik heb die fout reeds 2 keer gemaakt en ik denk dat het belangrijk is dat iemand durft toegeven dat hij die fout maakt. Ik heb namelijk zo'n heel klein vermoeden dat wanneer het airborne zou gaan, volgens wat men beweert, dat mensen er moeite mee hebben om dit te gaan toegeven. Ik ben voorstander om die moeite te laten vallen en het gewoon toe te geven. We zijn er om elkaar te helpen, en helpen betekent ook dat wij kunnen respect hebben voor het feit dat iemand een fout heeft gemaakt. Door de fouten die men maakt, leert men elke dag opnieuw bij en maakt men steeds minder grote fouten. Dus het is heel belangrijk zelf te gaan toegeven aan het feit dat u fouten heeft gemaakt. Enkel op die manier zal u ooit verder evolueren binnen de hobby. En dan wou ik het ook nog heel kort even hebben over quarantaine in een vijver. Dit eigenlijk een klein beetje naar aanleiding van een vraag van iemand op Facebook die dit gevraagd had. Hoe het nu precies zat bij quarantaine in een vijver. En eigenlijk kan ik daar bijzonder kort op antwoorden. Namelijk, quarantaine in een vijver is exact hetzelfde als quarantaine binnen de aquaristiek. Met dien verstande dat het gewoon gaat over een groter watervolume en meestal ook grotere vissen. Een quarantaine in een vijver is dus minstens even belangrijk als in een aquarium. Men moet minstens even voorzichtig zijn als in een aquarium. De toepassing ervan is net zoals in een aquarium.
Er zijn dus eigenlijk geen verschillen tussen quarantaine in een vijver en quarantaine in een aquarium. Zo, ik hoop dat u er alweer iets van hebt bijgeleerd. Ik denk dat ik van quarantaine zowat alles gezegd heb, maar ongetwijfeld zullen er gedurende deze reeks een ganseboel vragen boven komen. Wanneer er genoeg vragen zijn, zal ik zeker en vast nog een vierde en misschien ook vijfde video maken over quarantaine, waarin ik zoveel mogelijk probeer deze vragen te beantwoorden die u heeft. Dus heeft u vragen, stel deze AUB hieronder, liefst op YouTube, omdat ik dit het makkelijkst kan volgen. En dan probeer ik ze zeker en vast te beantwoorden. Oké, we zien elkaar de volgende keer.